Ja, voor de wedstrijd van 27 april tegen Adenkerke is er eigenlijk nog niet veel vast nieuws te vertellen, want de selectie is onuitgegeven door de schorsing van Evina en Brasseur. Dus het staat wel al vast dat een extra jongere nog zijn debuut zal maken. Dus hij zal starten aan de wedstrijd zonder aanstaande. Dus de training van vanavond en de wedstrijd morgen van de belofte tegen Rumbeke zal uitmaken wie die selectie nog zal aanvullen. Dank u wel. Ja.